Hoi! Dit is alweer les 18. Straks gaan we weer met 3 ballen, maar we herhalen weer even met 1 bal, hè? We doen de bal in de lastige hand en we kruisen hem, maar we gaan er meteen bij rekenen. Ik noem de som en jullie noemen meteen het antwoord. Dus, de eerste som is 1 keer 6, is... Heel goed. Doe mee, blijf meegooien en blijf geconcentreerd. Klaar? En gooi 1 keer 6. Heel goed. 10 keer 6. 5 keer 6. En 6 keer 6. En 7 keer 6. En 2 keer 6. En 4 keer 6. En 8 keer 6. En 9 keer 6. En de laatste is 3 keer 6. Tweede rekenonderdeel doen we met 2 ballen. De tafel van 9 helemaal door elkaar geroerd. Staan jullie klaar? Klaar. En 1 keer 9. Heel goed. En 10 keer 9. En 5 keer 9. En 6 keer 9. En 7 keer 9. En 2 keer 9. En 4 keer 9. En 8 keer 9. Dan 9 keer 9. En de laatste, 3 keer 9. Deze herhalingsoefening samen met het rekenen wordt heel moeilijk. Let op. We mixen de tafel van 6 en de tafel van 8. Terwijl we aan het jongleren zijn. We gaan kruisen. Ik noem de som. Jullie noemen het antwoord. Dus 4 keer 6, heel goed, 24. Je mag vandaag zelf weten met welke hand je begint. Dus let op, staan jullie klaar? En 4 keer 6, heel goed. En 8 keer 6. En 6 keer 8. En 7 keer 8. En 9 keer 8. En 8 keer 8. En 4 keer 8. En 6 keer 6. En 7 keer 6. En 9 keer 6. De vorige les zijn we voor de eerste keer met 3 ballen bezig geweest. Dat gaan we even herhalen. Let op. Eén keer voordoen. Gooi, gooi, gooi. 3 keer gooien. Je mag meetellen. 1, 2, 3. Gooien en vangen. Doen jullie 1 keertje mee. En gooi, gooi, gooi. En vangen aan de zijkant. Volgens mij kunnen we met z'n allen doen. Doen we het 5 keer. Let op. Staan jullie klaar? Bal. 2 ballen, zoals je ziet, in de fijne hand. Klaar. En gooi, gooi, gooi. 1. En gooi, gooi, gooi. 2. En gooi, gooi, gooi. 3. En gooi, gooi, gooi. 4. En gooi, gooi, gooi. Dat is alweer 5. Zie je dat? Ik vang ze aan de zijkant. Erg belangrijk. Hou vast, hè. We doen hetzelfde nog een keer. 5 keer met z'n allen. Staan jullie klaar? En gooi, gooi, gooi. 1. En gooi, gooi, gooi. 2. En gooi, gooi, gooi. 3. En gooi, gooi, gooi. 4. En gooi, gooi, gooi. 5. De vorige oefening hebben we 3 keer de ballen gegooid. Deze oefening proberen we om ze 4 keer te gooien. Ik zal een voorbeeld geven. 1, 2, 3, 4. Ja, dus let op, nog een keer. En gooi, 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 gooi.
4 keer. Nu zeggen we geen gooi meer, maar dan gaan we tellen. Kijken of we steeds tot 4 kunnen tellen. Staan jullie klaar? En 1, 2, 3, 4. Dat is 1. En 1, 2, 3, 4. Dat is de tweede. En 1, 2, 3, 4. Dat is de derde. En 1, 2, 3, 4. Dat is de vierde. En 1, 2, 3, 4. Dat was hem. Nog een keertje doen. Let op. Klaarstaan. 2 ballen in de fijne hand. Eentje op de vingers. Gaan we weer proberen tot 4 te tellen. Dit is de eerste bal die we gooien. Klaar. En 1, 2, 3, 4. Dat is 1. En 1, 2, 3, 4. Dat is 2. En 1, 2, 3, 4. Dat is 3. Je ziet dat ik ietsje hoger ga gooien. En 1, 2, 3, 4. Is 4. En 1, 2, 3, 4. Is 5. Want we hebben het met 3 keer gedaan. Met 4 keer. En dan gaan we morgen kijken of we het met 5 keer kunnen. Tot dan!